Hallo, Dennis van Dennis Klaas Fotografie hier. Deze video gaat over de administratieve en financiële verplichtingen van een zelfstandige in bijberoep. Deze vraag is mij gesteld geweest door Laurent de Neve. Laurent, heel erg bedankt voor uw vraag. Ik heb speciaal voor u mijn boekhoudershemd aangedaan. Ik ga met u even doorlopen wat de administratieve en financiële verplichtingen juist zijn. Nu, voor alle duidelijkheid, we hebben het over een bijberoep. En een bijberoep kunt je pas doen zodra dat je minimum 20 uur ergens anders werkt, dus bij een baas. Nu, voor ik aan deze video begin, wil ik twee mythes uit de wereld helpen. Nu, sommige modellen en fotografen werken zonder ondernemingsnummer omdat ze denken dat ze wettelijk gezien tot een bepaald bedrag mogen bijverdienen. Nu, in Nederland is er inderdaad zo'n wet. Er is een bepaald bedrag waar je niet boven mocht komen. In België werkt het anders. In België gaan we kijken naar de frequentie van de activiteit. Nu, in België moet je een ondernemingsnummer hebben zodra dat je meer dan 2 keer per jaar een activiteit uitvoert of wanneer dat je meer dan 1 jaar na elkaar dezelfde activiteit uitvoert. Dus bijvoorbeeld, jij mocht als niet-zelfstandige een activiteit uitvoeren 2 keer per jaar aan, laat ons zeggen, 1000 euro per opdracht. Maar je mocht niet 10 opdrachten uitvoeren aan 200 euro per opdracht. Nu, het eindresultaat blijft hetzelfde. Je hebt in beide gevallen 2000 euro verdiend, maar in één geval zet je een overtreding en in andere niet. Nu, er is een tweede geval waar nog wat verwarring rond is. Nu, begin dit jaar is er een nieuwe regeling bijgekomen die zegt dat je tot 500 euro per maand mocht bijverdienen zonder ondernemingsnummer. Nu, die regel bestaat inderdaad, maar die is beperkt tot een bepaald aantal activiteiten. Die activiteiten zijn meestal jobs in de sociale sector, zoals het gras gaan afdoen in een lokale voetbalclub of bejaardenhulp ofzo. En al die activiteiten zijn duidelijk beschreven in een lijst. En modellen en fotografen staan niet in die lijst, dus wij vallen niet onder die regeling. Oké, Laurent, we gaan de eerste stappen zetten richting zelfstandige worden in bijberoep. Het eerste dat we gaan doen is naar een sociaal secretariaat gaan en we gaan ons ondernemingsnummer aanvragen. Nu, om een ondernemingsnummer aan te vragen moet je gewoon binnenwandelen en de papieren invullen. Het kost u ongeveer 80 à 90 euro om uw ondernemingsnummer aan te vragen. Het sociaal secretariaat zal u ook vragen, wilt gij vrijgesteld worden van BTW of niet? Nu, een vrijstelling van BTW heeft voordelen en heeft nadelen. Het nadeel is, als je iets gaat kopen, kunt je de BTW niet terug recupereren. Het voordeel is natuurlijk, als je iets verkoopt, moet je ook geen BTW gaan aanrekenen. En dat kan een heel groot verschil geven. Een extra voordeel is dat je geen kwartaalaangiftes moet doen, wat heel wat tijd gaat besparen in je administratie. Dus in de meeste gevallen ga ik u aanraden om altijd te kiezen voor een vrijstelling van BTW. Nu, wat zijn uw administratieve verplichtingen? Heel erg simpel, je houdt uw inkomende facturen bij en je houdt uw uitgaande facturen bij. Dus elke keer als je iets koopt, houd je die factuur bij. Elke keer als je iets verkoopt, houd je die factuur bij. Nu, 1 keer per jaar moet je een belastingaangifte doen. Nu, die aangifte moeten we sowieso allemaal doen. Dus het enige verschil is dat je een extra blad gaat moeten invullen. En het enige dat je daar moet invullen zijn je inkomsten en je uitgaven. En dan nog 1 ding, je moet elk jaar een klantenlisting invullen. Dat is een lijst van zelfstandigen waar jij aan hebt verkocht voor meer dan 250 euro dat jaar. En that's it. Meer is het niet. Kost mij een paar uurtjes per jaar werk. Oké, maar wat zijn de kosten dan? Wel, elke 3 maanden betaalt je een voorschot op je sociale lasten. Nu, dat zijn natuurlijk voorschotten. Hè? De voorschotten die zet je niet kwijt. Hè? Die worden gewoon voor u ergens opzij gezet. Nu, als je geen winst hebt en dus ook geen sociale lasten moet betalen, dan krijg je dat bedrag gewoon terug. Nu, moet je wel sociale lasten betalen, dan wordt dat bedrag in mindering gebracht met het bedrag dat je nog moet betalen. Oké, hoe moet je nu juist berekenen wat dat uw kosten gaan zijn aan belastingen en btw enzovoort? En wat houd je over aan het einde van de maand? Nu, normaal gezien gaat je deze berekening doen op jaarbasis als zelfstandige. Nu, de mensen die deze video bekijken zijn waarschijnlijk nog geen zelfstandigen en jullie zijn het gewend om op maandbasis een loon te krijgen. Daarom ook dat ik deze berekening even op maandbasis ga doen, zodat jullie beter kunnen identificeren met de situatie. Nu, de berekening gaat als volgt. Nu, het bedrag dat je verdiend hebt dat jaar, dat is je omzet. Nu, op je omzet gaat je 21% BTW betalen. En nadat de BTW betaald is, gaat je kosten aftrekken. Je omzet min je kosten, dat is je bruto winst. Nu, op je bruto winst gaat je sociale lasten betalen. Nu, zodra dat je fatsoenlijk bezig bent, betaalt je 22% sociale lasten. Het bedrag dat je dan overhoudt is je netto belastbaar bedrag. En daar gaat je dus inkomensbelasting op betalen. Nu, ik neem meestal om snel te rekenen 35%, maar natuurlijk, je moet dat eigenlijk voor elke schijf apart gaan uitrekenen. En het hangt ook vanaf van welke schijf dat je uiteindelijk belandt. Maar voor snel te rekenen, laten we zeggen 35%.
Nu nadat uw belastingen betaald zijn, het bedrag dat je dan overhoudt, dat is uw netto winst. Nu laten we even uitgaan van een gemiddelde situatie. Laat ons zeggen dat je ergens werkt, je hebt een loon van 1600 euro netto. Nu, je kosten gaan ook belangrijk zijn en je kosten kunnen heel erg variëren. Sommige fotografen hebben 50 euro kosten per maand, andere fotografen hebben 5000 euro kosten per maand. Heel veel hangt af van ja, hoeveel keren dat je nieuw materiaal koopt, of je een studio hebt ofzo, of dat je verwarming betaalt en zo verder. Nu laten we even een gemiddelde situatie nemen van een fotograaf die een eigen studio heeft en die zijn verwarming moet betalen en die toch af en toe eens een keer een nieuwe lens koopt of een nieuwe camera. Laat ons dan 800 euro kosten per maand nemen. Nu, ik ga drie situaties uitleggen. Enerzijds een situatie waarbij dat je een hobbyist bent die geen inkomen verzamelt. Een tweede situatie is wanneer dat je een bijberoep hebt, maar je gaat eigenlijk je inkomsten daaruit terug in je bijberoep steken. Dus eigenlijk gaat je je hobby bekostigen met je bijberoep. En een derde situatie is waarbij dat je echt effectief winst wilt maken, waarbij dat je geld wilt gaan verdienen om je huur te betalen bijvoorbeeld, of je boodschappen te gaan doen. Nu, als een hobbyist die geen inkomen vergaart uit zijn fotografie, is het de simpelste situatie. Je hebt geen btw, je hebt geen belastingen, je hebt geen sociale lasten. Dus dat betekent, je hebt nog wel die 800 euro kosten. En die 800 euro gaat dan van je gewoon loon af. Dus die 1600 euro, daar blijft op het einde van de maand 800 euro van over. Nu, in de tweede situatie hebben we dus een zelfstandige in bijberoep, die dus wel een omzet aan het genereren is, dus die een inkomen heeft van zijn activiteit. Maar die al dat geld terug in zijn hobby gaat steken of in zijn beroep. Het is moeilijk dat je het bekijkt natuurlijk. Dus we hebben hier 800 euro omzet. Nu, een zelfstandige in bijberoep die maar 800 euro per maand aan omzet genereert, die gaat normaal gezien niet btw-plichtig zijn. En je kunt dat kiezen natuurlijk, maar daar zou ik niet voor opteren. Dus hij betaalt geen btw, nul btw. Dus het bedrag na btw is natuurlijk 800 euro. Dus je hebt 800 euro verdiend en je hebt 800 euro terug uitgegeven. Dat betekent dat je bruto winst 0 is. En daaruit volgt natuurlijk ook dat je sociale lasten 0 zijn en je inkomensbelastingen zijn ook 0. En je netto winst is 0. Nu, iemand die zelfstandig is in bijberoep kan zijn kosten gaan inbrengen. En dat betekent dat het verschil uiteindelijk toch 800 euro is tussen de twee. En pas op, die kosten, vergis u daar niet in. Dat zijn niet altijd die niet leuke kosten. Er zitten ook heel leuke kosten bij, zoals een nieuwe lens, een nieuwe body, een leuk programma dat je wilt downloaden. Er zijn zoveel zaken die je als hobbyist eigenlijk nooit zou kunnen kopen en als zelfstandige in bijberoep dus wel. Nu, vanwaar komt dan die frustratie bij al die fotografen die klagen over belastingen en sociale lasten en dat is toch allemaal zo zwaar? Wel, dat zit in de volgende categorie. Nu, stel nu dat ik als zelfstandige in bijberoep een inkomen wil gaan genereren dat ik kan gebruiken om mijn huur mee te betalen of mijn boodschappen mee te gaan doen. Nu, in dit voorbeeld laten we zeggen dat ik als bijberoeper, 500 euro wil bijverdienen. Nu, dan moeten we de berekening eigenlijk van onderaan beginnen. Dus ik weet, mijn gegeven is 500 euro wil ik overhouden op het einde van de maand. Dat betekent dat ik om mijn belastingen te betalen, moet ik 269 euro hebben. Dus in totaal moet ik al 769 euro aan belastbaar inkomen genereren. Nu, om dat te kunnen doen, moet ik 217 euro aan sociale lasten betalen. Dat betekent dat mijn bruto winst 986 euro moet zijn. Nu, ik heb nog altijd mijn kosten natuurlijk. Ik heb 800 euro kosten. Dus dat betekent dat ik 1786 euro moet binnenkrijgen. Nu, als we over zo'n bedragen spreken, dan moeten we sowieso naar een stelsel van btw gaan. Dat betekent dat om die 1786 euro te kunnen binnenhalen, moet ik 475 euro btw gaan betalen. Dat betekent dat mijn totale omzet 2261 euro is. Nu, ik wil wel heel duidelijk zijn, dit is nu een voorbeeldje. En het wil niet zeggen dat alles, voor 100 euro die je verdient, dat je 400 euro moet gaan binnenhalen. Dit komt nu toevallig zo uit, omdat we een heel lage netto winst willen en toch redelijk grote kosten hebben ten opzichte van de netto winst. Maar algemeen genomen kunnen we wel zeggen dat een zelfstandige die 100 euro netto winst wil overhouden, tussen de 200 en de 300 euro moet gaan aan inkomen genereren. Je begrijpt ook, daaruit volgt dus die frustratie van zelfstandige fotografen ten opzichte van mensen die niet in orde zijn met hun ondernemingsnummer en hun belastingen betalen.
Nu, dus enerzijds gaat een zelfstandige fotograaf die in orde is met alles, die gaat dubbel zo hard moeten werken als een persoon die niet in orde is, om hetzelfde te verdienen. Nu, daarnaast gaat ook een persoon die niet in orde is met zijn papieren en toch een inkomsten gaat vergaren, die gaat de juiste perceptie van een prijs vervormen. Ja, want ik ben er zeker van, als er nu professionele fotografen zijn die meeluisteren, we hebben het allemaal al meegemaakt dat we een prijs geven aan een klant en die klant reageert van, wat? Zoveel? Ik ken er zeker 5 die doen voor de helft van de prijs. Nu, het doel van deze video is uiteindelijk gewoon om te laten zien van, kijk, als je je hobby wilt gaan bekostigen met je bijberoep, het is zo simpel en het is zo gemakkelijk en het kost u bijna niks, maar het kan u wel veel opbrengen. Nu, ik weet dat je momenteel misschien aan het denken bent, Dennis, nee, daar ben ik niet tevreden mee, ik wil niet gaan werken om te kunnen werken. Maar je moet begrijpen, fotografie is voor de meeste mensen een hobby, is een passie, is iets dat we heel graag doen, maar kost ook veel geld. Nu, je moet dus bedenken wat je allemaal kunt kopen met deze regeling. Want kosten kun je op zoveel plaatsen vinden. Je kunt een nieuwe laptop kopen, een nieuwe body, nieuwe lenzen. Maar je kunt ook creatiever te werk gaan. Al je vervoerskosten kun je daarmee betalen. Je hebt forfaitaire aftrekposten, zoals een bureautje bij je thuis of zo. Er zijn zoveel zaken die je als particulier sowieso moest betalen, waar je nu op kunt besparen. Denk aan mijn voorbeeldje van hobbyist ten opzichte van iemand die zijn hobby wil bekostigen. Het maakt echt een heel groot verschil uit. Nu, voor modellen idem, hè, er zijn zoveel zaken die jullie als kosten kunnen inbrengen, die jullie sowieso moeten betalen. Ik denk aan ook een nieuwe laptop bijvoorbeeld, nieuwe kleren, waxbeurten, kappersbeurten, make-up artikelen, fitnessabonnementen, reiskosten, je kunt het zo zot niet bedenken. Dus jullie kunnen zoveel geld besparen door gewoon een ondernemingsnummer te nemen. En zo moeilijk is het niet. En ik hoop dat deze video dat echt laat zien. En misschien het enige dat we misschien kunnen leren is als je denkt van, ja, ik wil mijn job opgeven en ik wil volledig zelfstandiger worden. Het is niet simpel. Voilà, Laurent, ik hoop dat uw vraag hiermee beantwoord is. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Laat u zeker niet afschrikken door die derde categorie. Dat is een situatie waar dan 90% van ons niet mee te maken gaan hebben. Dus moest je nu interesse hebben om dit te gaan doen, uw eerste stap nu is naar een sociaal secretariaat gaan en daar informatie op vragen. Ik ben zeker dat er nog andere fotografen in deze groep zitten die ook zelfstandigen in bijberoep zijn. En ik zou zeggen, laten we elkaar helpen. Welke tips kunnen jullie geven aan nieuwe beginnende zelfstandige fotografen in bijberoep om zo snel mogelijk up and running te zijn? Laat het weten in de comments.